goedemiddag. Ik wil wat vragen. Waar loop jij warm voor? Ik loop en ik fiets warm voor Ride to Play. En Ride to Play, wat houdt dat in? Wat zegt dat? Ja, Ride to Play is een organisatie die in de jaren 90 is opgericht door Johan Adolf Kos. En die er eigenlijk voor zorgt, of voor wil zorgen dat kinderen het recht houden en het recht krijgen op spel. En voor heel veel kinderen in Nederland is dat de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor heel veel kinderen die in oorlogsgebieden leven, of in gebieden waar levensbedreigende ziektes heersen of armoede, is dat niet de gewoonste zaak van de wereld. En voor hen wil ik opkomen. Voor 24 euro per jaar kan een kind een jaar lang in het programma van Ride to Play meedoen. En via spel leren ze zich te ontwikkelen, leren ze zich leren communiceren en voor zichzelf opkomen. En wat doe je dan zoal? Ik heb voor mezelf 52 uitdagingen gesteld die ik in een jaar wil halen. Zo. En een van die uitdagingen is dat ik 8000 kilometer fiets. En een onderdeel daarvan is dat ik in elke provincie minimaal een tocht van 200 kilometer fiets. Maar er zijn er nog veel meer. Sommige doelen die hebben te maken met sportiviteit, maar andere zijn gewoon heel ludiek. Dus neem 12 keer iemand mee uit eten of bak een taart en geef hem weg. Stuur een kaartje zomaar naar iemand. En andere die hebben echt weer te maken met Ride to Play zelf. Dus vertel over het werk van Ride to Play. Zorg dat veel mensen de naam Ride to Play horen en weten wat voor werk het inhoudt. En zo probeer ik in een jaar tijd 52 uitdagingen te halen. Het leuke daarvan is als ik een uitdaging haal, doneer ik zelf een klein bedrag aan Ride to Play. En mocht ik falen bij een uitdaging, dan betaal ik een veel groter bedrag. Dus ik hou mezelf een stok achter de deur om zoveel mogelijk te halen. Oké. Kunnen mensen ook een beetje volgen wat je doet? Ja, absoluut. Ik heb een website, 52uitdagingen.nl. En daarop kunnen ze mijn blogs lezen die ik elke dag schrijf over mijn uitdagingen en over mijn eigen leven. En verder ben ik op Facebook te volgen. En mensen kunnen zoeken op Wilco's Charity Challenge. Maar bij 52 uitdagingen kom je er ook. Nou, hartstikke goed. Nou, ik wens je heel veel succes dit jaar. Dankjewel, Harry.